Heb je het gevoel dat je vastloopt in je business en niet door kan groeien? In dit BusinessNL LinkedIn journaal krijg je wat je nodig hebt om naar het volgende niveau te stijgen. Doctorandus Joyce Carrolls van Binsbergen is een internationaal gerenommeerde succesmindset psychologist, behavioral expert, international speaker en bestselling author met een sterke drive for diversity. Vanuit neuropsychologie en haar achtergrond in topsport heeft ze een methode ontwikkeld waarin ze in 7 stappen topmanagers en bedrijven over de hele wereld begeleidt om een succesmindset te realiseren. Het gaat eigenlijk allemaal om menselijk gedrag. En gedrag veranderen en mindset is wat mensen maakt of breekt. Als je kijkt naar de ondernemers, 80% van de ondernemers faalt binnen 5 jaar omdat hun mindset er niet is. Weet je, ze zijn super enthousiast, heel gepassioneerd over wat ze kunnen. Alleen als je je mindset mist, dan werkt het net niet. Songul is een zelfstandig loopbaancoach die vanuit eigen ervaring mensen helpt hun belemmeringen in de loopbaan te overwinnen om hun ambities waar te maken. Door haar jarenlange ervaring met loopbaancoaching heeft ze gemerkt dat haar doelgroep vooral bestaat uit vrouwen van middelbare leeftijd die niet gelukkig zijn in hun loopbaan en het lastig vinden om mee te gaan met alle veranderingen en de juiste stappen te zetten. Ze weet precies welke aanpak ervoor nodig is om mensen te helpen in deze situatie. Mijn voorkeur gaat naar de arbeidsmarktgedreven aanpak, omdat die heel erg toekomstgericht is, heel erg actiegericht en heel erg arbeidsmarktgericht. Het woord zegt al, het is heel erg gericht op het doen. Wanneer je in een complex en veranderend vakgebied werkzaam bent, is het belangrijk om je kennis up-to-date te houden. Het Institute of Management Accountants, of IMA, is een wereldwijde organisatie die financiële professionals vertegenwoordigt en opleidt. Jaarlijks doen ze wereldwijd onderzoek om alle kennis over recente ontwikkelingen uit het vakgebied te delen met hun leden. Wat we echt zien is dat technologie een grote impact gaat hebben op het beroep van de finance professional. Bedrijven zijn echt op zoek naar finance professionals die technologie skills hebben. En daar bereiden we met de CMA op voor. Wat we ook zien daarnaast is dat globalisering een steeds grotere impact heeft. Jouw baas of manager zit misschien in China, Amerika. Dus die herkent helemaal niet jouw lokale Nederlandse titel. En daarom heeft het een grote waarde om ook een internationaal erkende titel zoals de CMA te hebben. De laatste jaren heeft e-commerce een enorme impact gehad op de markt. Dit is een kans voor veel bedrijven, maar zorgt er ook voor dat je moet veranderen. Gudjo Rossier van waterontharden.com is ingespeeld op deze trend en heeft hierdoor veel groei gerealiseerd. Door het internet natuurlijk en afstandverkoop hebben we op een gegeven moment gedacht van nou, we gaan het gewoon als een pakketje zeg maar naar de mensen sturen, want we horen dat het makkelijk is om te installeren. En het scheelt gewoon heel veel in de kosten en dat hebben we natuurlijk ook weer teruggebracht in de prijs, waardoor het gewoon nog maar de helft kost van wat het was. Op maatschappelijk niveau is vergrijzing in Nederland natuurlijk een actueel onderwerp. Wellicht ben je bekend met het feit dat dit binnen de OV-sector ook een uitdaging is. Mobiwerk positioneert zichzelf als het uitzendbureau voor het OV dat hier een oplossing voor heeft gevonden. Dat houdt in dat wij niet zomaar een uitzendbureau zijn, maar dat we meer een soort van vakschool zijn. Dus je moet het zo zien dat we van nascholing tot opleidingen, zelf bussen leveren, personeel leveren, het werven en het selecteren voor het bedrijf zelf. BusinessNL is er om ondernemers te helpen groeien en we doen het onder andere met tips van onze deskundigen. Iedere week geeft Marcel van der Torre zijn tip voor vermogen om te groeien. Deze week gaat het over durven te dromen om het onmogelijke te bereiken. Door naar Marcel in de studio. Vermogen om te groeien, daar ga ik het weer met jullie over hebben. Mijn naam is Marcel en mijn tip van de week gaat over durven dromen. Over het neerzetten van dingen, het neerzetten van een ambitie. En met name hoe je daar dan komt. Als je durft te dromen over dingen die nog niet kunnen, kun je waarschijnlijk ook het onmogelijke bereiken. Want als je in ieder geval niet droomt over dingen die niet kunnen, dan bereik je per definitie iets wat er al is. De kunst is heel vaak om dat in stapjes te doen. Onderin beginnen. Focussen op het laaghangende fruit. Beginnen bij de kleine stappen en langzaamaan doorgaan naar de meer gecompliceerde zaken. En zo ga je langzaamaan je doel bereiken. Ik zou het heel erg leuk vinden om in de verdieping, in de vervolgvideo, jullie wat meer daarover te vertellen. Een voorbeeld uit onze eigen praktijk. Hoe zijn wij uiteindelijk gekomen waar we vandaag staan? En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het BusinessNL LinkedIn journaal. Op businessnl.tv vind je alle content in zijn volledigheid terug en kun je terecht voor bonuscontent. Hier kun je ook aanmelden voor ons online magazine, waar je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen van de thema's uit BusinessNL, waaronder werkgeluk.
Volgende week zijn we terug op LinkedIn met het journaal, maar we zijn 24/7 te vinden in de Business NL Community. Dus sluit je hierbij aan. We wensen je goede zaken en tot ziens.